De fitness op de sportscholen en zo. Dat is een beetje afgelopen momenteel en dat zie je aan de achterkant wel. Bioscopen, theaters en sportscholen moesten vorige week weer dicht. En dat was vandaag wel terug te zien in het Westerpark, waar veel mensen zich toch probeerden te vermaken. Gisteren hebben we een stadswandeling gemaakt door Noord. Nu zijn we dus even hier tosti gaan halen en ja, veel wandelen, veel buiten. En ja, waar mogelijk de drukte te vermijden, maar dat gaat in Amsterdam wel eens moeilijk. Ja, ik snap wel dat mensen ook gewoon heel even eruit willen. En dat is dan eigenlijk het enige leuke wat je nog hebt. Dat je even een koffietje kan halen en... Dus ik snap dat wel, ja. Nou, het is best wel druk in het park de laatste tijd. En de mensen houden zich over het algemeen goed aan de regels. Maar vooral op de smalle stukken, zoals hierachter en achter jullie. Daar is het moeilijk met elkaar passeren om afstand te houden. Ook in het Rembrandtpark is het drukte en dat is vooral te merken bij de sporttoestellen. Ja, wij dachten sportscholen zijn dicht, we willen toch wel een beetje beweging houden. We gaan lekker buiten sporten. Als we dit zien is het toch wel erg druk. We zijn hier aan het trainen. Nee, niet iedereen houdt zich aan de regels, maar als je in de buitenlucht bent kan het virus ook niet heel veel doen. Als je thuis gaat zitten word je ook gek, hè? Dus je moet uiteindelijk ook kiezen voor jezelf. Ik wandel hier veel, het is erg druk en ik vind het wandelen op zich allemaal prima en hardlopen. Alleen als men zich niet gaat houden aan de regels van de afstand, ook met sporten, zoals eigenlijk hierachter, dan heb ik daar eigenlijk wel een bezwaar tegen. Nee, wij ontsmetten geen stangen. Volgens mij niemand ook hier, heb ik nooit gezien gebeuren. Nee. Nee, vind je dat dat niet zou moet gebeuren? Als ouderen hier komen zou dat wel verstandig zijn. Maar ik spreek voor mijzelf en voor mijzelf is het niet nodig. Mijn advies is, verspreid je en sport niet allemaal op dezelfde plek met z'n 20 en 30 tegelijk. Want dat is niet de bedoeling.